Ja, lieve vrienden, het is alweer 14:38. Ik ben wat later dan jullie ook een beetje gewend zijn. Maar ik ben bovendruk bezig geweest en ik ga pas naar beneden als ik klaar ben. En dan kom ik ook pas aan het vloggen toe. Maar ik zit hier in de herrie. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Zo niet, dan... Wacht maar even. Dat is anders. Zo. Ja, en dat geeft nogal herrie, hè? Wat moet jij? Ja, dat geeft nogal herrie. Ik heb de tuindeur eindelijk weer eens een keer open. Ook dat gelukkig weer. En Frodo, ja, die is naar buiten geweest en die houdt zijn kap om, want ik ga straks de hort even weer op. Want ik moet het een en het ander even regelen. Ja. Dus ik neem jullie wel mee. De GoPro neem ik wel mee. Maar deze, ja, ik ga niet naar de zwanen toe. Ik heb gewoon andere dingen te doen. Neem ik de koop. Ja, misschien dat ik deze ook wel meeneem. Ik zie wel wat ik tegenkom op onderweg. Je weet het maar nooit. Nee. En ik geloof dat ik de koop niet eens nog niet leeg heb. Oh, de deur die waait dicht. Ah, nou ja, scheelt een beetje in de herrie. Ja, toch? Maar ik wens jullie ook nog welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Zou ik bijna weer vergeten, maar ja, dat doet er ook niet toe. Jullie kunnen ons. Ja, en als jullie het leuk vinden, steek dan vooral die duim omhoog, hè. Ja, hoe meer volgers ik krijg, des te beter het voor de beestjes is en voor mij. Ja, kom er gerust bij en ik ben lekker wazig. Dat doet er ook allemaal niet toe. Kinderpret niet drukken, nee. Show er nog aan toe. Zo. Nou, dacht ik wel weer goed. Kandel, die zit weer eens irritant te wassen. Maar ook dat doet er niet toe. Ik ga eventjes een bakje koffie doen en daarna gaan we de hort op. Ze zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Doei, doei. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.